sinds ze zelf ook naar Zeist verhuisd is, gaat ze iedere woensdagmiddag op bezoek bij haar kleinkinderen. De 73-jarige Lenny Geluk. Hoi, de heren van Zeist. Ik woon hier 3,5 jaar. 4 jaar geleden is mijn man overleden. Toen woonden we in Haemstede. Nadat dat gebeurd was, hebben de kinderen gezegd: mam, zou het niet veel leuker zijn als je bij ons in de buurt komt wonen? Dus ik heb erover nagedacht. Ik dacht, nou, moet ik maar doen. Ook Lenny Geluk heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen die buiten Zeeland wonen. Sinds ze in de buurt woont, kookt ze bijna iedere week voor ze. Ja, dat is natuurlijk heel gezellig. En ze kan goed koken. Dus dat is ook lekker. Ik mis de Zeeuwen. Als ik ergens ben en ik hoor Zeeuws, al heb ik niets met ze te maken, dan luister ik altijd even. En de afstanden in Nederland zijn eigenlijk zo klein dat je er makkelijk naartoe kunt als je dat wil. En dat doe ik ook wel.